Maar we mochten wel een beetje blij zijn aan deze tafel. Even gewoon toch nog maar, een beetje... Maar wij zijn toch... Maar Wilfred, ja? Dat doe jij nou elke keer. Ja. Nee, maar ik ben toch... Ik heb hier gisteren blijer dan dit gezeten. Zit waarschijnlijk. Ik zit er geweldig in. Ik zit me ook dood te erger aan je. Weet je... Oh ja? Ja, het toontje van jou, zo van... Jullie hebben altijd kritiek op Bruma gehad, dat klopt. En dat was altijd volkomen terecht. Ja? Want heel vaak bakt hij er helemaal niets van. Maar dan is hij heeft nu uitstekend gespeeld. Er is niemand van ons die gezegd heeft dat hij slecht gespeeld Maar jullie hebben niet de behoefte, zoals die PSV-fans, om even lekker mee te hossen en even, even uit je pand te gaan? Nou, ik ben niet zo hosserig, nee. Nee, de laatste tijd ben jij steeds minder hosserig. Maar ik heb nooit van hosser gehouden. Dat is niet waar. We hebben jou met Frans Bauer gezien. Dat was op een top hosser, was dat. En maar ik weet dat jij persoonlijk die beelden hebt vernietigd, maar anders zal ik ze graag laten zien. Oh, wacht. Ik heb nou nog even wat... Gaat dat OogTV weer voorbij komen? Nee, helemaal niet OogTV. Er worden soms de beelden gevonden van de Beatles of oude opnames. Nee, dat bedoel ik dus, Daar ben ik ontzettend benieuwd naar altijd. Ik vind dat de mensen nu zakdoekjes bij de hand moeten houden. Want dit wordt tranen met tuiten lachen. Hier is Wilfred Gedé uit een ver verleden. 8:34 Nederlandse popbands. Dat stond er afgelopen zaterdag op het programma bij het Noorderslagspectakel. Kijkt en luistert u naar een korte impressie van al dat popgeweld. Dit heb ik wel 20 keer op mijn Twitter voorbij zien komen vandaag inderdaad. Ja, nou ja, en gisteren. Maar ik heb me kostelijk mee vermaakt net. Was daar 18? Of 19 of zo was ik daar volgens mij. Ja, nee, maar dat hebben we allemaal gezien. 30 jaar geleden.